Ik sta hier bij Rob Hulleman. Je bent een van de mensen van het bestuur van Almelo Events. Almelo Events, wie zijn dat eigenlijk? Nee, Almelo Events is een organisatie die jaarlijks 8 evenementen organiseert. En wij zijn een organisatie die puur uit vrijwilligers bestaat. Wordt wel eens verward met Almelo Promotie. Almelo Promotie is eigenlijk een organisatie die ons als het ware ontzorgt. Als wij tekeningen nodig hebben voor de Koningsdag, de plekken, dan gaan zij dat mooi voor ons maken. Zij steunen ons financieel. Hebben we stroom nodig? Dat zijn dingen die allemaal Almelo Promotie doet. En Almelo Events is puur alleen voor de evenementen. Jullie zijn dus echt het uitvoerende orgaan. Precies, ja. Wilma Grutterink, jij bent al jaren lid van Almelo Events. Hoe lang bestaat Almelo Events eigenlijk al? Almelo Events is ontstaan in 2014, is de stichting opgericht. En ik doe sinds 2016 de cijfertjes, de boekhouding als penningmeester. En wat organiseren jullie zoal? Ja, veel evenementen is in de binnenstad, onder andere Koningsdag. Dan gaan we naar het Havenfestival, Kinderrommelmarkt, de Fietsvierdaagse in heel Twente, zeg maar. Op Rabatweekend, Winters Almelo met Kerstkorenfestival en natuurlijk de Sinterklaas intocht en het Sinterklaashuis. Nou zijn jullie op zoek naar een nieuwe voorzitter. Ja. Wat voor iemand zoeken jullie? Ja, we zoeken iemand als Jos Terney. Jos, onze oude voorzitter, gestopt per 1 januari dit jaar. En die wordt nog enorm gemist, wat mij betreft iedere dag nog wel. Maar goed, we moeten verder, dus we moeten een nieuwe voorzitter hebben. En we hebben iemand nodig die de kar trekt. Die als een drone, als het ware, boven de organisatie staat. En heel goed in de gaten heeft wat er allemaal moet gebeuren. Een beetje opletten van hoe lopen de hazen allemaal. Zo iemand hebben we nodig. Iemand die ons als bestuur en samen houdt. En goed scherp houdt in ieder geval. Hè? Ja, dat is niet zo makkelijk. Nee. En moet het een Almeloer zijn? Of zeg je van, als het maar iemand met affiniteit voor Almelo is. Wat zoeken jullie? Ja, ik vind het belangrijkste dat hij affiniteit heeft met Almelo, dat hij, het hoeft niet per se een Almeloer te zijn. Een goede voorzitter die ons verder kan helpen met de evenementen. Ja. Ja, want jullie willen heel graag die evenementen weer bieden aan een stad. Ja, en hopen dat die corona gauw weer een keer voorbij is en dat dan die evenementen weer kunnen plaatsvinden natuurlijk. Ja, ja, ja. We kunnen al zeggen dat Koningsdag gaat het niet worden dit jaar. Dat zit er echt niet in. Misschien kan er nog een paar kleine dingen kunnen we doen als de winkels open mogen. Ook nog afwachten natuurlijk. We hopen erop dat de kinderrommelmarkt wel misschien door kan gaan. En daarna hebben we al snel de fietsvierdaagse. Nou, daar verwacht ik eigenlijk wel een beetje van. Als ik gisteren de jongen zo hoor, van in de zomer hebben we het weer een beetje normaal. Heel veel mensen gevaccineerd. Dan kunnen we daar wel weer een start mee maken met die fietsvierdaagse. En daarna krijgen we alweer Almelo op het Rabat. Nou ja, steeds een beetje meer kans, denk ik, hè?